naar binnen. Dit is de loods. Met de boot die ze gaan bouwen. Die ongeveer 65 meter wordt. Hallo, ik ben Jordi Hakwart en dit is Albert Hakwart. Nou, Albert, wat is H2O eigenlijk? H2O is water. Water is ontstellend belangrijk voor de mensen, want wij kunnen niet zonder water. Oké, okay. En hoe lang werkt u al met boten? En in het water? Ik werk hier op dit bedrijf 57 jaar met boten en water. Oké, en hoe lang heeft u al dit bedrijf? Dit bedrijf heb ik al 30 jaar. Nu gaan we het oudste motortje zien. Dit is een oud stoommotortje. En voordat je zo'n motortje gaat starten, moet je het altijd eerst even olie geven. Want anders gaat hij kapot. Alle lagertjes die hebben veel olie nodig. Zoals je ziet. En heeft u een eigen boot? Ik heb een eigen boot. Een motorboot. Oké. Okay. Vaart u er wel eens mee? We varen erg vaak. En jij gaat ook al ermee. Oké. Okay. Dit waren de eerste scheepsmotoren waar de schepen de voorstuwing mee kregen. En dit is een klein namaakmachientje, echt op schaal gemaakt. Zo waren de motoren vroeger. Op stoom met een vuur. Oké. Wat is uw grootste boot die u gemaakt hebt? Dat gaat deze worden. Kijk, op de foto. Die wordt 62 meter. Was de haven anders vroeger? De haven was anders. Er was geen haven hier. We hadden geen jachten. Het was alleen maar een gemeentehaven. Maar jachthavens hadden we niet. Oh yes! Oh yes! Oh yes, 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 yes!